Kijk nou, allemaal krop en ze weet wat ik wil, knipwit. Maar dan zegt zij weer, nee, dat is ongezond, bruin brood is veel beter. Heb je wel een beetje gelijk in, Jacobus? In wit brood zit niks in. Nee, maar krop is niet te eten, dus laat ik het staan. Dus eet ik niet, want het is daar zo gezond dan dat. Wat heb jij? Schop. Geef mij een stukje. Schaai eens uit, ik heb er maar één. Egoïst. Dat is heel speciaal hoor, Jaap, deze. We hebben die gevangen is. Nou? Koolsingel. Jazeker. Heb je nou toch van die bouwputten van de metro? Die staan helemaal vol met water. Gaat hij op school de zondagmiddag naartoe, gaat hij een uurtje zitten met zijn werphengel, haalt hij er zomaar een hele kilo uit. Sterf dan van de visman. De metro, dat is ook weer zo'n onzalig plan. Kan natuurlijk nooit wat worden. Omdat ze er in Parijs eentje hebben, moet Rotterdam ook zo nodig. Dat lukt toch nooit, joh, met al die onontplofte Duitse blindgangers die overal nog liggen. Dat is toch veel te gevaarlijk. Er zal een beetje afgaan onder de dieraarden. Lopen de nijlpaarden over de binnenweg. En dat keiharde Rotterdamse grondwater komen ze natuurlijk ook nooit doorheen. En heel diep kennen ze sowieso wel niet, want daar ligt de riool. Je zal er straks maar boven wonen waar die gaat rijden. Tril je elke dag uit je nest. Hé, meneer Harms, hè? Simon en ik, die hebben het er net over. Die metro die ze nou overal aan het graven zijn. Wat een flauwekul. De flauwekul? Koeibang. De metro wordt het sprongstuk van het nieuwe Rotterdam. Dat wel, natuurlijk. Als ik met moeder in Parijs ben, gaat zij altijd linea recta naar het Louvre. Maar voor mij is de metro dé grote trekpleister. Ik zit er de hele dag in. Dat kan ik me voorstellen, meneer Arnzee. Dan koop ik een carnet. En dan laat ik mij de hele dag rijden en rijden en rijden. Van Porte de Lila via Père Lachaise naar Bois de Boulogne en vice versa. Klinkt goed, meneer Arnzee. En dat bouquet van geuren, Kooijman, dat je neus binnenstroomt als je over zo'n perron flaneert. Knoflook, transpiration de gitane, ou de clochard. Heerlijk. En om de 3 minuten stopt er zo'n slanke rups van wagons. Je stapt in en haps, daar ga je. Nooit vertragingen, iedereen op tijd, botsingen uitgesloten. Nee, ik kan niet wachten op de dag dat wij ook hier van dit mirakels vervoermiddel gebruik zullen kunnen maken. Anders ik wel, meneer Arms. De Metropolitain, zoals hij voluit heet, zal onze stad in 1 klap die plaats op de wereldkaart geven die haar toekomt. Rotterdam zal in 1 adem genoemd worden met plaatsen als London, New York en Moskou. Hé, wat nou weer? Hoor je dat even, Simon? Hoor je dat even? De kennis in Amsterdam een puntje aan zuigen. Ja, ik hoop eens. Maar ik hoor ook nog wat anders. Wat dan? Nooit vertragingen. Iedereen op tijd. Botsingen uitgesloten. Blijf jij dan met je bus? He? Jullie zijn natuurlijk overbodig. Bussen worden natuurlijk opgeheven. Zou jij denken? Zit jij zonder werk? Het zal van uw waarwijze zien. Natuurlijk wel. Wat dacht je dan van mij? De Rio gaat er natuurlijk ook om. Want de metro tegen de Rio, dat kunnen wij nooit winnen. Ik hoor die baas van jou al tegen de mijne zeggen: this town ain't big enough for the both of us. Jongens, wij kunnen allebei naar de steun. Simon, dat is een ramp. Wat moeten we doen? Bedenk iets! Ja, rustig maar, Jacobus, ik ben bezig te raderen draaien. Geen idee. Fijn ventje ben jij. Ik raak mijn baan kwijt. Meneer eet even een visie. Deze jongen staat binnenkort op de keien. Vertel je me nou? 18 jaar zit ik voor ze op de bus. In het zweet mijns aanschijns. Beste jaren van mijn leven heb ik gegeven voor de RET. En wat hoor ik vandaag? Dat ik ben ingehaald door de tijd. Het edele beroep van buschauffeur zal worden vervangen door het moderne monster dat metro heet. Wat bedoel je nou eigenlijk? Precies wat ik zeg.
Door de hele stad komt een ondergronds treinenstelsel dat alle bussen overbodig maakt. Zegt meneer Harmsen dat? Dat zegt meneer Harmsen, ja. Hij was er nog blij om ook. Nooit meer vertragingen, iedereen op tijd. Botsingen uitgesloten. Wij van de busnel, wij krijgen de zak. Het is over en sluiten. Nooit meer blinde vinken. Op een houtje kunnen we gaan zitten bij. Ja, wat vreselijk nou. Oh, Nel! Oh, Nel! Heb je het gehoord? Onze mannen worden broodeloos. Jullie ook al? Doek is gevallen, Nel. Spel is uit. De riool zal geheel ondergraven worden door het monster van de vooruitgang. Jongens, wat verschrikkelijk. Zeg dat. Een stad zonder riool. Rotterdam zou voortaan in één adem genoemd worden met Troje, Babylon en Carthago. En maar compaasquem. Daar zitten ze nog allemaal op een tonnetje boven de sloot. Laten we het wel een beetje serieus houden, ja? Ons bestaan staat op het spel. Jongens, we moeten de koppen bij elkaar steken. We moeten iets doen. Je hebt gelijk, Nel. We moeten de koppen bij elkaar steken. We moeten iets doen. We kunnen verhuizen naar Emmercompaasquem. Er is altijd een enorm gebrek aan turfstekers. Je kan stuurman worden, Jaap. Op de Veenpra, van Antjerde. Takken hier! Met berkentakken, veen branden uitslaan. Heb eens. We gaan het demonstreren. Hè? Ja, heb ik van de week in de Siniak gezien. In Amerika heb je nou toch discriminatie met die negers? Zijn ze met z'n allen de straat op gegaan met spandoeken dat ze erbij willen horen? Wij zijn toch geen negers, Simon? Nou nee, zoals ze ons behandelen zijn wij de negers van deze samenleving. Ze gooien ons er zomaar uit! Ik begrijp wat je bedoelt, Simon. Dat is helemaal niet zo'n gek idee, hoor. Jullie trommelen allebei je collega's bij elkaar. En dan maken zus en ik een enorm spandoek. Oh, leuk idee, meid. Dan maak ik van die grote letters. Houden we morgenavond hier een vergadering en dan kijken we hoe we het verder doen. Doen we. We roepen al die gasten bij elkaar. Jij ook, Simon, die jongens van de riool. En dan zullen we die Harmsen even van zijn staart trekken. Goed idee van mij. Mooi. Dat is dan afgesproken. Nel, de blinde vinken kennen door. En daarom, meneer Harmsen. U kan kiezen tussen ons. Of tussen de metro. Het is wij eruit. Of de metro eruit. Mannen, ja, kom binnen. Goedenavond. Gaat zitten, ik heb het helemaal voor elkaar, mensen. Ik ben een speech aan het voorbereiden, daar kan Koos Voring nog een puntje aan zuigen. Nou, ik mag het hopen, Jaap. Mijn hospita die is helemaal overstuur. Ze zegt, als de bussen verdwijnen, dan zit ik, want ik durf niet onder de grond. Nou, wat dacht je dan van Greet? Die loopt weer op alle dag. Ze zegt, als jij straks in de steun zit, dan kan ik erbij gaan werken. Nou, hoe moet dat dan met drie kleine kinderen? Nou ja, jij hebt dan in ieder geval je kinderbijslag nog. Ja, gelukkig wel. Ik heb niet voor niks op de KVP gestemd. Maar ja, dat is natuurlijk nood genoeg om van rond te komen. En we kunnen natuurlijk niet meer gaan kegelen en niet meer biljarten. Rondje geven is er ook niet meer bij. Zeg dat nou niet straks waar die meiden bij zijn, dan zijn ze gelijk voor de metro. Is Simon er niet? Nee, ik begrijp je maar, ik blijf al te lang hier moeten zijn met een paar jongens van de riool. Hij heeft school onder andere. Ja, nou, ik heb samen met Henk hier zoveel mogelijk collega's geïnformeerd en ze doen allemaal mee. Gasten van de garage ook. Heel goed. Dan zullen we die Harmsen eens even een poepje laten ruiken. Tada! Let op het springen van de veenwurm. Daar kennen ze niet onderuit. Meiden, met jullie kun je gaan vissen. Goedenavond, slaven van de Rotterdamse elektrische. Simon, kijk eens eventjes. Hebben de meiden gevorven? Karel Appel is er niks bij. Prachtig. Maar haal de riool er maar af. Hè? Ja, kom net bij Huip Schotten vandaan en die zegt, Simon, van die metro daar hebben we helemaal geen last van in de riool. Het is alleen maar gunstig voor ons, krijgen we overal nieuwe pijpen en buizen. En op Zuid is het helemaal geen probleem, want dan komt die Engel maar boven de grond. Boven de grond? Ja, het is Zuid maar, hè. Hij komt op een viaduct over de Mijnseerenlaan.
komt hij bij mij voor de deur langs. Ben ik lekker mee? Mannen, succes ermee. Ik ga lekker kijken. Wat ben jij toch een onderkruiper, stokvis. Ik raak mijn baan kwijt, hoor. Ik loop straks in de steun, hoor. En denk maar niet dat hier dan nog blinde vinken op tafel komen. Ik doe mee. Zo ken ik je weer. Mannen. Wij zijn hier bijeen als een soortement protest, actiecomité namens al onze collega's. Wij worden bedreigd door het spook van de werkeloosheid. Willen wij dat? Nee! Nee, natuurlijk niet. Wij hebben in de jaren 30 al genoeg geleden onder het juk van Colijn. Gaat u maar rustig slapen. Laten wij ons dat zeggen? Nee! Alle chauffeurs aan de pedelstaf. Gooit de gaarkeukens maar weer open, jongens. Dadelijk staan we weer met z'n honderden in de rij voor het tientje van Lieftink. Willen wij dat? Nee! Dat dacht ik ook. Dus gaan wij morgenmiddag naar meneer Harmsen. En daar maakte ik mij tot tolk van jullie allemaal. Dan ga ik hem het volgende eventjes voorlezen. Geachte directeur. Gezien de metroplannen hebben wij begrepen dat wij in feite overbodig zijn. Dat zal ons allen in armoede onderdompelen en de ellende zal niet te overzien zijn. En dit nadat wij toch altijd voor u hebben klaargestaan bij nacht en ontijd. En daarom pikken wij, de negers van de samenleving, het niet langer. En daarom, meneer Harmsen, u kan kiezen tussen ons of tussen de metro. Het is wij eruit of de metro eruit. En daarna zingen we met z'n allen de Internationale. Oké, mannen, dat is dus afgesproken. Ja, en wat doen we nou als Harmsen niet op onze eisen ingaat? Dan ga ik regelrecht naar de bond en dan leg ik morgen het hele openbaar vervoer plat. We mogen toch niet staken? We zijn ambtenaren. Oh ja? En de februari-staking dan? Toen liep er helemaal niks meer. Ja, dat was tegen de Duitsers. Nou, wat is het verschil? Harmsen of Hitler? Dat is voor mij allemaal één godnat. Zo is dat. En dan was die Hitler tenminste nog keurig getrouwd. Juist. Nou. Nog één keer, mensen. Ik ga hem dus halen. Als ik hier dan met hem binnen sta, dan roepen wij met z'n allen onze protestkreet. De Jo en de RET zeggen 3F mee. Ja, dan ontvouw ik het spandoek. Ik houd mijn speech. En dan moeten jullie eens kijken hoe snel dat hij door de knieën gaat. Mannen, hebben even jullie toevallig een beetje mayonaise bij? Simon, we hebben het hier over het dagelijks brood, ja? Dat we in de toekomst allemaal een visie kunnen blijven eten. Dat vind ik. Meneer Harmsen. De koeiman. Je komt als geroepen, daar komt binnen. Doe de deur even dicht en ga zitten. Ja, meneer Harmsen. Ik merkte van de week tot mijn vreugde dat jij een opmerkelijke belangstelling aan de dag legde voor onze nieuwe metro. Ja, en daarom... En daarom, Koeman, had ik het volgende gedacht. Als straks de metro gereed is, moet deze natuurlijk worden bestuurd. Oh. Jij lijkt mij daarvoor bij uitstek geschikt. Laten we er geen doekjes om winden, Koeman. Jij bent tenslotte een van onze meest betrouwbare chauffeurs. En voor de metro straks kunnen we natuurlijk alleen de allerbeste gebruiken. Dat wel, natuurlijk. De gemotiveerd personeel, Koeman. Gemotiveerd, dat is het nieuwe woord. En daarom heb ik uiteraard onmiddellijk aan jou gedacht. Logisch. Als iemand deze nieuwe zware verantwoordelijkheid aan kan, dan ben jij het wel. Dat dacht ik ook. Dus, je doet het. Natuurlijk, meneer Harmsen. De metro, het mooiste dat er is. Het mooiste. Wat heb je daar eigenlijk bij je? Ook dit, niks, meneer Harmsen. Tafelkleed voor de jongens, dat ze niet van zo'n kale tafel hoeven te eten. Dat wat nou weer? Dat binnen.
Ja, Jaap, schiet je een beetje op, die jongens worden ongeduldig. Als haar vriendje Stokvis. Aan jou de eer om als eerste je vriend te feliciteren. Oh. Nou ja, gefeliciteerd. Hé? Dankjewel, Simon. Nou, dan vertel het hem maar. Niet zo bescheiden. Ja, weet je wat? Vertel het meteen maar aan al je collega's. Mannen, Koeiman heeft jullie iets geweldigs te vertellen. Ja, ja, zie je wel. Ik wist wel dat hij het voor elkaar zou krijgen. Geweldig, Jaap. Zonder jou waren we nergens. Nee, nee. Ik heb dus met meneer Harmsen gesproken. Doe maar. Maak van je hart geen moordkuil. En ik word dus de eerste bestuurder op de nieuwe metro. Ja. Hij moet eerst natuurlijk nog wel een testje ondergaan. En daarvoor kom jij vanavond meteen naar je werk, naar mijn huis. Graag, meneer Harmsen. En wat zien wij dan over een paar jaar? Bij de feestelijke opening van onze nieuwe metro, die verricht zal worden door Hare Majesteit Koningin Juliana. Wie zit er tijdens de maiden trip op de bok? Jullie Anna en Jaap Koeiman. Ja. Jullie kunnen trots zijn op jullie collega. Het is een echte trooper. Kijk maar. Hij heeft zelfs een tafellaken voor jullie meegenomen. Koeiman, tot vanavond. Maar ja, jij bent nou zo goed met je baas. Zou hij misschien een beetje mayonaise voor me hebben? Heer Koeiman. Koeiman! Wat kan ik voor je betekenen? Ik zou het gekomen testen, meneer Harmsen. Dat weet ik toch ook wel, Koeiman. Ik maakte maar een grapje. De Koeiman, ga zitten. Graag, meneer Harmsen. Zal ik voor de heer Koeiman ook een glaasje wijn inschenken? De hapjes! Hoe haal je het in je hoofd? De Koeiman hier moet een test ondergaan. En daar kan hij nog geen alcohol bij verdragen. Zoals u wilt, maar zo meteen, als jij geslaagd bent, dan zullen wij dit heugelijke feit vieren met een overheerlijk glas van deze hoge Bourgogne. Want voor mijn beste chauffeur is alleen het beste goed genoeg. Fijn, ja, zeg. Maar ter zake. Zoals je weet, Koeiman, zal straks de metro onder de grond rijden. En zul jij dus veel al je werk in het donker moeten doen. Geen enkel probleem, meneer Harmsen. Te heel mooi. Je ziet hier deze doos. Daar steek je straks je hoofd in. En dan simuleert hapjes het geluid van een rijdende trein. Oh ja. Tjoeke, 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 dit gaat heel professioneel. Hapjes, ga je gang. Heel goed. Hapjes, de trein. Heel graag, wel. Ja. Oh, Koeiman, wat mankeert
je? Niks, maar het kwam allemaal een beetje onverwacht. Nog een keer? Nou, vooruit, Kooijman, verman je. Aan wie kan ik anders deze verantwoordelijke taak overlaten? De Hare Majesteit rijdt straks ook mee. Ja, ja. Kooijman, zit er een wesp in de doos? Nee, 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 het is allemaal een beetje wennen. Kooijman, jij bent bang in het donker. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben op de metro. Moet ik op zoek naar een ander voor de openingsrit met Hare Majesteit de Koningin? Zeer betreurenswaardig allemaal. De hapjes laat jij Kooijman even uit. Hij is volslagen ongeschikt. Ook niet het laatste stukje, meneer Harms, op Zuid, dat de meter boven de grond gaat rijden? Nee, Kooijman. Jij blijft tot je 65ste op de pas. Dank u wel, meneer Harms. Bang in het donker. Als het hem blaft. Deze is gewoon uit de Noordzee. Simon. Dank je wel. Jij bent een echte vriend. Misschien is hij onder de metro gekomen. Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, ja. Je weet wat dit betekent. Ja, ja. Misschien met een beetje mayonaise. Ja!